kaas gaan zoeken. We zijn te gast bij gereedschappro.nl en bij de opening van hun eerste echte winkel aan de Steffensenstraat 4 tot 6 in Haarlem. Sander Schuiten, gereedschappro, al 10 jaar online en nu live. Ja, dat klopt. Leuk, hè? Ja. Wat is de gedachte achter een winkel? Ik heb steeds meer klanten die vragen of ze het kunnen proberen en of ze het willen langskomen, omdat ze het vast willen houden. Want wij verkopen natuurlijk best wel goede spullen. Ja. En mensen willen het vaak toch even vasthouden voordat ze het kopen. Demonstraties, persoonlijk advies. Dat uiteraard. Dat is waar Gereedschap Pro onbekend staat. Ja, zowel op de website als nu ook in de winkel. Ja. Gereedschap Pro is al 10 jaar, meer dan 10 jaar actief en heel succesvol op het web. En gaat daar nu een live winkel naast zetten voor demonstraties, extra advies en natuurlijk heel veel nieuwe producten. Namens Sander, allemaal van harte welkom vandaag. Hij heeft mij gevraagd om ik zal het heel kort houden, even iets te zeggen bij de opening van zijn mooie winkel. Ik ben Jaap Bosma, ik heb onder andere het forum woodworking.nl. Een beetje reclame voor mezelf maken natuurlijk. Maar het mooie is dat hij als ondernemer en liefhebber van mooi gereedschap en het zelf doen, een hele transitie gemaakt heeft van de marktplaatsadvertenties. Nou, is echt zo'n fantastische mooie winkel. Tegen de economische stroming van de laatste tijd, waarbij steeds meer zaken sluiten, waarbij steeds meer mensen klagen en AGW roepen, is Sander in staat met zijn, ik denk vooral enthousiasme en zijn ondernemerschap, dit uit de grond te halen. Dus wat mij betreft, applaus voor hem. Dank je wel. Dus het is de gedrevenheid, het is de kennis die hij heeft, want in mijn beleving verkoop je dit soort spullen alleen met kennis. Anders kun je beter naar de bouwmarkt gaan. En hij heeft een fantastische neus voor hele mooie spullen. Want Sander heeft spullen te koop die je eigenlijk in Nederland nergens anders in de winkel ziet. Dus heb je jezelf een hele mooie positie bij gegeven. Dus wat mij betreft heel veel succes. Dankjewel. Jullie samen. En maak er wat moois van. En vanaf nu is het jouw feestje. En de hoofdrol in je eigen film spelen. Dankjewel. Oké. Okay. Nee, perfect. Okay. Nou, bij deze is je geopend. Oké. Okay. Welkom. Kassa's open. Hoeveel mensen verwachten jullie vandaag op de opening? Nou, we hebben momenteel 170 aanmeldingen per mail. Daarnaast natuurlijk nog meerdere leveranciers en er zullen ongetwijfeld ook mensen zo aankomen waaien. Ja. Dus boven de 200, dat gaan we zeker halen. Ja. Dus ben je wel een klusser zelf? Ik heb geen twee linkerhanden, nee. Oké. Okay. Nee. Okay. Mevrouw Schouten, wat is uw favoriete winkel in Haarlem? Nou, natuurlijk de winkel van mijn zoon hier. Daar kan je goed parkeren, het is gratis parkeren. Er zitten winkels dichtbij, goede winkels. Prima om hier te zijn. Ik denk dat het een hele goede locatie is om hier een zaak te beginnen. Heel goed bereikbaar, hè? Ja, absoluut. Absoluut, want er is hier altijd parkeerplaats. Fijn, dank u wel. Oké, dank u wel. Zelfgemarineerde kippendijen. Kijk. Ja, dat alles bij Henk Belly Barbecue. Als jullie vragen, loop naar de leveranciers toe. Die zijn er om jullie te helpen. En geniet er vooral van. Komt dat allemaal uit Nederland, je klanten, of komen ze ook uit het buitenland? Ook buitenland. We hebben een paar mensen uit Groningen bijvoorbeeld en van de Waddeneilanden. Ja, dat is ook een soort buitenland natuurlijk. Buitenland. Nee, we hebben ook mensen uit België. Ja? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, speciaal hier naartoe. Ja. Is deze lade wichtig voor Mafel in Holland?
Dat is een zeer wichtiger stützpunt voor Maffel in de Niederlanden. Mm-hmm. Und ich habe verstanden, Maffel, das heißt Spitzenklasse. Das ist oberste Spitzenklasse. Oberste Spitzenklasse von unten aus Deutschland. Ganz genau.